Wat betreft een ander hoofdpijndossier, want dat is nummer 3, de AOW. De inflatie is ongekend hoog. De energieprijzen gaan door het dak, maar als het aan de nieuwe regering ligt, lopen AOW'ers met een klein pensioen de verhoging mis die anderen wel krijgen. Waarom zijn ouderen weer de pineut? In het regeerakkoord is afgesproken dat het minimumloon met 7,5% omhoog gaat, maar de AOW die stijgt niet mee. Het koopkrachtgat tussen gepensioneerden en werkenden wordt zo nog groter. Mag ik de impertinente vraag stellen waar jij van moet rondkomen per maand? Met huursubsidie, met zorgtoeslag, AOW en een aanvullend pensioentje van 60 euro per maand kom ik op 1600 zoveel euro. Ja. Red je het daarmee? Als ik thuis blijf en niks doe wel. Dit zijn mensen, moet je voorstellen, die ook zelf niets aan hun eigen positie kunnen doen. Want die zijn met pensioen, die zijn gestopt met werk, kunnen hun eigen financiële situatie niet verbeteren. Zijn daarvan afhankelijk. En die gaan we nu voor het eerst, volgens mij sinds de invoering van de wet in 1980, wordt dat nu losgelaten door dit kabinet. Dat vinden wij schandalig. Ja. Bij ons, Maarten van Rooij, Eerste Kamerlid voor 50PLUS. Het zou asociaal en discriminerend beleid zijn van het kabinet. Leg eens uit. Ja, en wat net gezegd werd, ook schandalig. In de periode dat ik in het kabinet zat, in de 70 jaar... Is de netto-netto-koppeling ingevoerd bij een inflatie van 10%. Een netto-netto-koppeling, hè, dat de AOW gekoppeld is aan minimumloon en bijstand. Ja, en dat betekent dus als het minimumloon omhoog gaat, dat ook de AOW omhoog gaat. En dat is 45 jaar lang zo geweest. En in één keer, zonder dat iemand het wist, stond ook geen enkel verkiezingsprogramma, is ook niet uitgelegd, er stond tussen haakjes, we blijven koppelen, behoudens de AOW. Drie woorden, alsof het over drie man gaat, drie mensen. Het gaat over 3 miljoen mensen. Hè? Ouderen mochten ervan uitgaan en moeten ervan uit kunnen gaan dat er een recht op die koppeling blijft. Daar gaat nu een streep doorheen. Dat maakt mensen heel onzeker. En wij als 50PLUS gaan dat vuur opstoken via de Eerste Kamer om het kabinet en ook de Tweede Kamer te dwingen om dit plan in te trekken. Als het niet gebeurt, dan komt het bij ons en dan schieten wij het van tafel. Want die koppeling is voor heel veel mensen met hele lage inkomens, kleine pensioentjes, een AOW'tje, is een soort basis in hun bestaan. En daar wordt nu niet alleen geknippeld, wordt gewoon eigenlijk in gehakt, omdat je die verhoging die iedereen nodig heeft mist. Ja, het gaat om 7,5%, dat is niet niks. 7,5%, ja. Waarom het nog veel erger kan worden is, we beginnen met 7,5%, maar als wat de FNV wil, het minimumloon naar 14 euro moet, komt er 3 euro bij, dan praat je over 20%. Een ekaar van 20%. Dan praat je niet over 1000 euro netto, wat de mensen niet krijgen, maar over 2-3 maal zoveel nog. Dus met andere woorden, als we nu niet zeggen stop hiermee, hè, die ontkoppeling, dan gaan we van kwaad naar veel erger. En mensen hebben, vooral met alleen AOW of een klein pensioentje, die bijna 1 miljoen, die zijn afhankelijk van dat kleine inkomen. En ik vind dat ze recht hebben dat ze er iets bij krijgen, als dat ook voor het minimumloon krijgt, als iets extra's wordt, dat zij het ook krijgen. Ja, want ze moeten daarvan rondkomen. Ze hebben niks anders. Het stond niet in de verkiezingsprogramma's. Loopt al een tijd mee in de politiek. Kan me zo voorstellen dat als het dan bekend wordt, dat u dan even rond gaat bellen met contacten binnen het kabinet. Wat heeft ze bezield om dit te doen? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat ik de dagen daarna al hoorde via de Eerste Kamercontact met ook de coalitiefracties, was het heel duidelijk dat men zei, ja, die koppeling is er wel, maar die ouderen die hebben naast de AOW toch ook een pensioen. Sommigen praten alleen maar over rijke ouderen. Nou, volgens mij zijn er ook 40ers die rijk zijn. Dat is een kleine groep. Maar de meeste mensen hebben kleine pensioenen. De meeste mensen hebben een klein pensioen, maar ze zeiden, het wordt ook veel te duur. Ja, zijn er 3 miljoen. Ja, dat zijn 3 miljoen mensen die Nederland hebben opgebouwd, daar 45 jaar hard voor gewerkt hebben, premie betaald hebben en het vaak van een heel klein pensioen moeten hebben. Het pensioen, bijvoorbeeld ook in de zorg, is maar 500 bruto per maand, hè? Voor het pensioenfonds zorg en welzijn. Dus dat is helemaal niks. Dus ze hebben er gewoon niet goed over nagedacht? Wat de gevolgen zijn voor deze groep? Of gedacht, het is maar... Ze hebben geredeneerd dat minimumloon moet omhoog. En dat gaat ook straks nog een paar keer omhoog. Maar dat gaat te veel aan de AOW kosten. Het zijn 3 miljoen mensen. En het is ook veel geld natuurlijk. Natuurlijk is veel geld. Maar als 1 miljoen mensen niet rond kunnen komen en in onzekerheid komen over dat zij die verhoging die de minimumloners wel krijgen, zijn ze gegund, zij niet, zij moeten ervan leven. En wat ik in de Eerste Kamer nu ga doen, je hebt gezien ook de laatste dagen, ook vanochtend in de Telegraaf en de AD, ik heb zelf een opiniestuk geschreven, er komt een AOW-opstand aan. En die AOW is natuurlijk een soort trauma in de politiek. Hoef me naar 94 het CDA te verwijzen. Die zei, we gaan de AOW ook bevriezen. 20 zetels verlies. Ja.
He, dus, en er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Dus iedereen wordt nu wel nerveus. En ik ga ervan uit dat volgende week bij de politieke beschouwingen dit een groot onderwerp wordt. Maar als ze niet willen luisteren, dan zullen wij vanuit de Eerste Kamer moeten zeggen tot hier en niet verder. Dan schieten wij het van tafel. Dat gebeurt in de Eerste Kamer eigenlijk bijna nooit. Ik heb zo'n vermoeden dat de SP het op dit punt met 50PLUS hardgrondig eens is. Heel hardgrondig, ja, absoluut. Heel het is van links punt. Naar rechts. Ja. Is van link, nou ja, dat is ook wel interessant, nou ja, natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is generatie niet alleen misschien wel iets anders. Want ik hoor alleen maar, hè, ik begrijp dat u 50PLUS politicus bent, maar vanuit een generatie geredeneerd die wat ouder is. Terwijl er ook heel veel mensen in Nederland leven van weinig geld, geen huis kunnen kopen in een generatie die een stuk jonger is en die het minder goed heeft voor het eerst dan hun ouders. Ja, dat is waar. Maar we hebben het hier dus over een miljoen mensen die van alleen AOW moeten leven. Een heel klein pensioentje. En daar kan je niet van leven. Daar heb je wel heel lang voor gewerkt. En jongeren hebben altijd nog de kans, ook als ze werkloos zijn, nog het perspectief dat ze weer aan de slag kunnen, wat we allemaal ook willen. En waar het kabinet deze mensen kunnen niks veranderen aan de situatie. Ze kunnen niks veranderen. Ja. Wat mij wel een beetje hoop geeft, is dat vlak voor kerst nog de hele oppositie van links naar rechts met 43 zetels in de Eerste Kamer een 50PLUS voorstel, een plan van ons, heeft gesteund om de AOW volgend jaar vanwege de energiekosten met €200 te verhogen. Dus je ziet al, dat was de eerste nederlaag voor het kabinet al. En ik ben er zeker van dat wij al met 50PLUS die bestaanszekerheid, dat minimum, gaan verdedigen. 50PLUS is daar ook voor opgericht. Het is de enige oudere partij in Nederland. Ja. En we kunnen in de volksvertegenwoordiging, parlement, Eerste Kamer, daar hard voor blijven knokken. Stemmen van SP heeft hij, hè? Zeker. En volgens mij is het geen tegenstelling tussen jong en oud. Maar is het ook een tegenstelling tot mensen met een lager inkomen? Want volgens mij kunnen we heel goed allebei doen. Juist ook die jongeren die nu knel zitten met een laag inkomen, flex wonen, veel te dure huizen. Dat moeten we ook regelen. En volgens mij kan dat. Ja. En is het heel pijnlijk dat Rutte 4 juist weer voor die hoge inkomens kiest, of ze nou jong of oud zijn, en niet voor deze. En het minimumloon gaat omhoog, maar ook de bijstand. Mensen die dus tijdelijk geen baan hebben, die krijgen die verhoging wel. Ja. Alleen de ouderen niet.